Dan christenen in Pakistan krijgen steeds meer te maken met bedreigingen. Een week voor kerst werd een kerk nog opgeschrikt door een aanslag waarbij 9 doden vielen. Mathéa Vrij van Transworld Radio was op dat moment in Pakistan en zit nu bij ons in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u was daar zo. Een bezoek aan een zusterorganisatie daar zo. En dan is er opeens zo'n aanslag. Is dat dan even spannend om daar dan opeens als christen te zijn als dit soort dingen gebeuren? Ja, het was, ik was net aangekomen de dag ervoor. En die zondag hadden we een heel druk programma. Dus ergens halverwege die dag kwam dat nieuws door. Ik was zelf vooral in Lahore in het oosten. En die aanslag was in het westen. Dus dan heb je het wel over een hele grote afstand. Ik denk wel 8 of 9 uur rijden met de auto. Ja. Dus het is natuurlijk wat dat betreft, groter dan hier in Nederland. Het is een gigantisch land. Ja. Maar een van mijn collega's, die heeft zijn oom verloren in die aanslag. Want die was bewaker bij die kerk. Ja. Dus wat dat betreft kwam het wel heel dichtbij. En dan zie je ook hoe ze erop reageren. Dat vond ik wel heel indrukwekkend. Want ze zijn zeker geschokt en verdrietig. Maar ik denk als het hier in Nederland zou gebeuren, dan zouden wij niet weten waar we het zouden moeten zoeken bijna. En dan zouden denk ik ook heel veel mensen zeggen, nou, ik ga vandaag even niet naar de kerk. Nou, Pakistaanse christenen gaan dan gewoon wel naar de kerk. Dan juist? Dan juist. Wow. En ze trotseerden de gevaren. Het is een dapper, sowieso zijn Pakistanen, viel me op, erg dapper, ook in het verkeer. Het is tamelijk extreem allemaal. Maar ook de Pakistaanse christenen hebben heel veel moed, opvallend veel moed. Ja. En zij zeggen zelf, dat komt van boven. Ja, wauw. U zei net al dat die collega van u een familie het verloren heeft, want dat was een bewaker bij de kerk. Ja. Maar er is dus wel bewaking. Ze gaan naar de kerk, maar er is bewaking bij die kerk. Ja, dat is meestal één mannetje met één wapen. Soms zijn er ook een paar politiemensen of militairen. Bijvoorbeeld die kerk waar ik naartoe ging die zondag, daar stonden buiten ook een paar militairen. Ja. Dus de Pakistanse overheid doet wel iets. Je kan niet zeggen dat ze helemaal niks doen. Ik heb ook een bijeenkomst meegemaakt van TWR waar een paar honderd mensen bij elkaar zouden komen. En deze foto is daar een bewijs van. Dat werd echt best wel goed beschermd. Niet alleen een paar mannetjes en één auto, maar er waren ook scherpschutters op de daken in de omgeving daar. Gewoon om onze bijeenkomst te beschermen. Dat was echt een christelijke bijeenkomst en die werd echt bewust beschermd met ook een roadblock, dat mensen eventjes niet... En doen ze dat dan altijd of doen ze dat alleen als er mensen uit Europa zoals u dan langskomen? Nee, wat ik ervan heb gehoord is dat er heel vaak echt wel contact is tussen lokale kerken en de lokale politie. Maar je bent natuurlijk wel afhankelijk van hoe de lokale politiecommandant erin staat. Maar ik heb wel gezien dat er veel contacten zijn en dat er ook echt wel iets van bescherming geboden wordt. Maar laten we wel wezen, als wij het al moeilijk vinden om ons te beschermen in Europa tegen terroristen, dan is het daar helemaal heel moeilijk natuurlijk. Ja. Natuurlijk fijn dat er bescherming is en dat er bescherming komt. Maar het is natuurlijk van de zonde dat het nodig is om vrij christen te zijn. Ja. Dat is natuurlijk al heel raar. Er gaat geen enkele bedreiging van deze mensen uit. Integendeel, ze zijn alleen een hele mooie invloed in de samenleving daar. Dus inderdaad, het is ja goed, maar dat is de Taliban onder andere die daar actief is. Ja. Als we kijken naar Pakistan, hoeveel christenen zijn er eigenlijk? Het is maar heel weinig. Het is minder dan 2%, iets van 3,5 miljoen. Maar goed, dat is nooit goed geteld. Maar op de totale bevolking, want het is meer dan 200 miljoen Pakistanen. Dat is gigantisch. Het is een gigantisch volk, het zesde volk van de wereld qua omvang. Is het maar een heel klein percentage. Maar ze hebben wel vaak al 3 of 4 generaties lang in de familie het christelijk geloof. Want vaak zijn ze bereikt door de Britten en ook wel door Amerikaanse zendelingen al 1 of 2 eeuwen geleden. En je ziet, anders dan bijvoorbeeld in Afghanistan, dat zij ook een bepaald zelfvertrouwen hebben. Dat heeft mij enorm verbaasd. In Afghanistan bijvoorbeeld, dat is een buurland natuurlijk van Pakistan, heb je helemaal geen openlijke kerken. Dat is ondenkbaar. In Pakistan heb je openlijke kerken met kruisen erop. Ja. En je hebt begraafplaatsen van de christenen, zie je ook allemaal kruisen. Mensen lopen nog wel eens met een kruis expres echt over, of nou expres, maar bewust over straat. Hè. Een geestelijke bijvoorbeeld met een boordje kan je ook herkennen. Dus aan de ene kant is er heel veel zelfvertrouwen. Ja, en dat komt dan omdat het al generaties, zeg maar, ook in de cultuur is. Ja, en ze hebben dat ook meegekregen toen de Britten er nog waren. Hadden ze natuurlijk wel het zelfvertrouwen. En toen was het ook veilig. Eigenlijk tot 11 september was er ook nog aardig wat veiligheid. Daarna is het slechter geworden en helemaal met de aanscherping van de blasfemiewetgeving. Ja.
Ja. Maar ze komen uit een verleden van redelijk wat zelfvertrouwen. En dat zie je nog terug bij de mensen. Wauw, geweldig. Ja. Ja. U hebt daar dus ook een collega-organisatie, ook Transworld Radio Pakistan. Ja. Wat bent u daar bezig doen? Waarom bent u daar langs geweest? Nou, vanuit Nederland sturen wij geld dat wij hebben ingezameld, dat we van donateurs gekregen hebben, onder andere naar Pakistan toe. Dus wij wilden kijken hoe komt het geld terecht. En ik wilde zien wat kunnen we in de toekomst doen. Hoe kunnen we samenwerken in de toekomst? Waar liggen de mogelijkheden? Ja, want wat zijn ze daar aan het doen in Pakistan? Nou ja, we horen al dat er heel wat mensen nog te bereiken zijn met het evangelie. Ja, ik denk maar ja, dat ze zich daarmee ja, bezighouden. Ja, 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 er zijn twee takken eigenlijk. De ene is gericht op het bereiken van mensen die nog geen christen zijn. Dus dat zijn dan vaak moslims. Ook wel wat Sikhs met die tulbanden. Ja. Maar meestal zijn het moslims. En die kan je maar heel moeilijk op een andere manier bereiken dan via de media, via radio. Want vaak is het toch wel enorm taboe om mensen, moslims te bereiken met het christelijk geloof. Je kan niet zo openlijk op straat natuurlijk. Je kan niet evangeliseren. Ja. Tenminste, het kan wel, maar dat is wel heel gevaarlijk. Ja. Dus dan is radio een hele goede optie. En wij zenden programma's uit die speciaal gericht zijn op moslims, die bijvoorbeeld uitgaan van het Oude Testament. Veel moslims kennen wel wat elementen uit het Oude Testament. Daar sluiten we dan bij aan. Ja, want bepaalde figuren kennen zij natuurlijk Mozes. Ook. Noach, Mozes. Ja, ja. Ja. Het is wel vaak, in de Koran is het echt wel net anders. Dus dat kan heel verwarrend zijn. Maar wij beginnen met het Oude Testament, leggen we uit hoe het in de Bijbel staat. En dan gaan we door naar het Nieuwe Testament. En dat doen wij niet vanuit Nederland, maar dat doen echt de Pakistaanse collega's in de eigen taal, aansluitend bij de cultuur. Dat is de ene tak. En de andere tak is het ondersteunen van de christenen die er zijn. Want we hadden het net al even over, er is een flinke christelijke gemeenschap, een hele krachtige, maar ook een hele arme. Veel Pakistaanse christenen zijn erg arm. Sowieso is het een verschrikkelijk arm land. Ik heb het ook weer gezien, schokkend, schokkend arm. Maar de christenen hebben vaak ook nog een hele slechte positie daarbinnen. Ik ben bijvoorbeeld in dorpen geweest waar eigenlijk alle grond in handen is van moslims. En alle christenen zijn landarbeiders. Ja. Dus die hebben een hele slechte positie. En ook de steenmakers, dat is het allerarmste, akeligste beroep ook. Dat zijn mensen die met de hand bakstenen moeten maken de hele dag. Ja. Dat zijn vaak christenen. En die gemeenschap ondersteunen we door middel van, dat noemen we radio homes. Dat zijn luistergroepen. Mm-hmm. We hebben een aantal voorgangers die bereid gevonden of enthousiast. Die zijn eigenlijk heel enthousiast om in hun eigen gemeente en andere gemeenten waar ze contact mee hebben, luistergroepjes op te zetten. Die mensen gaan dan samen, vaak één familie met wat buren erbij bijvoorbeeld, gaan samen zitten luisteren naar bijbelstudie die ze op een SD-kaartje krijgen met een afspelertje erbij. Ja. Dus een soort huiskring, zeg maar. Een soort bijbelkring. Ja. En wij kennen in Nederland natuurlijk al heel lang de bijbelkringen. Ja. In onze kerken of de cellgroups, afhankelijk van tot welke kerkstroming je hoort. Maar dat kennen ze daar helemaal niet goed. De katholieken niet, de protestanten niet. En nu voor het eerst zie je dus in het klein, ik bedoel, het is nog beginnend, maar het is heel mooi om te zien dat er een beweging op gang komt van allemaal bijbelkringen. Mensen waren eigenlijk gewend om alleen op zondag even naar de kerk te gaan. Heel veel van die mensen kunnen niet lezen, kunnen ook niet zelf thuis in de Bijbel gaan lezen en komen nu bij elkaar om samen naar die bijbelstudies te luisteren. En dat geeft ze ook zelfvertrouwen als zij vragen krijgen van moslims. Want er zijn best moslims die belangstelling hebben, of soms ook spottende vragen. Ja. Dan kunnen ze met wat zelfvertrouwen ook antwoorden geven. Dus dat is voor het zelfvertrouwen van die groep wel belangrijk. Ja, geweldig. Ja. U noemde net al eventjes die blasfemiewet die steeds strenger is geworden. Dat is een tegenstelling ten opzichte van de vrijheid die u net beschreef. Ja. Die ze gewoon kunnen hebben en open christen kunnen zijn. Ja. Hoe zit het met die blasfemiewet? Want het wordt wel strenger gecontroleerd. Ja, die blasfemiewet is echt in werking. Er is veel angst over. Ik hoorde dit weekend nog vroeg een Pakistaanse christen in Nederland aan mij van, joh, wij weten van een dominee die nu ondergedoken is. Die is beschuldigd van blasfemie, is nu ondergedoken, is op borgtocht vrijgelaten. Kunnen we hem hierheen krijgen? Nou, dan weet ik ook niet zo snel hoe ik dat zou moeten doen. Dat is echt een heel groot probleem. En tegelijkertijd zie je dus dat die Pakistaanse christenen zeggen, ja, dat is wel waar, maar we laten ons niet in een hoekje duwen. Ja. Want we zijn koningskinderen. Hè? Niet zo van, wij zijn trots of zo, nee. Ja. Wij horen bij Jezus, dus waarom zouden wij ons in een hoekje laten duwen? Dat is typisch Pakistaanse christenen. Ja. Kort, als u nog één woord zou bedenken van, dat heb ik nu geleerd van die Pakistanen daar zo in die weken dat ik daar geweest ben. Wat zou dat dan zijn? Ja, moed en durf en hoop. Ja. Je niet onderuit laten praten. Ja. Ze hebben zoveel moslims om zich heen die zeggen van, joh, dat belachelijke geloof van jullie, die Bijbel is vervalst. En ze blijven gewoon staande. Wow. Omdat ze het perspectief op de eeuwigheid hebben en op Jezus. Dank u wel. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Mathéa Vrij van Transworld Radio. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Tot dan. Dag.